Tijdens de Vietnamoorlog was Thailand de bestemming van de Amerikaanse soldaten om zich te kunnen ontspannen. Met de komst van de harde dollar namen ook het aantal bordelen toe. Na de Vietnamoorlog verdwenen de Amerikanen. Zo ontstond er een tijdelijke crisis, tot de Europese sekstoeristen Thailand ontdekten. Vicepremier Bonshu Royanastin pleitte in het parlement om geen hoge morele maatstaven te hanteren en het entertainment soepeler te maken. Dit om de crisis te bedwingen en banen te scheppen. Reisorganisatie Neckerman bood hotels aan voor vrijgezellen die meer wilden dan kamer met ontbijt. Er werd later beweerd dat prostituees het land economisch hadden gered. 30 januari 1984. De wereld werd opgeschrikt door het bericht van een vuurzee in het Colling-bordeel in Phuket. 5 vrouwen werden levend verbrand. Ze waren vastgeketend aan de bedden. Meer toezicht werd een noodzaak. De Thaise en toeristische politie gingen samenwerken om het berucht nachtleven gecontroleerd toe te laten. En als een escortmeisje achteraf een escort runnen. Hoe dat men dan zich prostitueert is overal een beetje hetzelfde, denk ik. Maar wat is het grote verschil? Dat je in België, is een klein land, is overzichtelijk. En wanneer men zich hier prostitueert, is ook een heel netwerk, een vangnetwerk om mensen die erin landen. Er komen geen mensen naar België om naar de prostituees te gaan. Dat is occasioneel. Hè. Wanneer men hier naar de losse buurt komt, zijn er klanten die dat kennen en wel eens gebruik maken van een prostituee. Maar het is niet zo dat er vliegtuigen naar België komen om in het nachtleven te begeven, om zich uit te leven in de prostitutie. Het verschil met Thailand is dat er daar wel vliegtuigen zijn en veel mannenorganisaties er naartoe vliegen om daar naar Pattaya bijvoorbeeld te gaan, om daar dan de geneugten van het nachtleven te bieden. In Thailand is het je taak om je ouders en familie financieel te onderhouden. Met de lage lonen is dit een hele opgave. Heel wat jonge vrouwen werken hierdoor in de prostitutie. Toeristen betalen 25 à 50 euro voor een hele nacht. We helpen de meisjes vooruit, wordt gebruikt als argument.